Hoi allemaal, vandaag sta ik hier met Chaya. En ik doe fashion management op Amfi, dat is een fashion instituut. En dat is onderdeel van AVA, het is een modeopleiding. Yes. Dus vandaag gaan Chaya en ik jullie laten zien hoe je er goed uit moet zien op de HVA. Pas dit even en hierna gaan we over op wat tips en tricks. Tricks nummer 1. Nummer 1 is sowieso just be you. Draag dingen die comfortable zitten en maak er geen showtje van yourself. Tip 2. Nou, tip 2 is dat je gewoon lekker in losse, comfortabele kleding sowieso naar de dames moet gaan. Ja, ja, sowieso. En ook als je te laat bent, ga niet te veel moeite doen. Doe gewoon even iets aan en ga naar school. Ga niet nog een uur voor de spiegel staan omdat je bang bent dat iemand je anders ziet zonder make-up. Dat maakt helemaal niks uit. No one cares, het is school, oké? Je komt daar aan te leren. Tip 3. Draag gewoon wat je leuk vindt. Ga lekker experimenteren met stijl waar jij je comfortabel in voelt. En dan heb je vanzelf je eigen stage outfit en je eigen college outfit. Met je eigen stijl dan meteen. Dus probeer niet te doen wat iedereen doet. Kijk gewoon wat jij leuk vindt. Probeer gewoon echt in te lezen. Probeer fashion blogs te volgen als jij dat leuk vindt. Als je dat niet leuk vindt, doe het vooral niet. Voel je gewoon niet meer gedwongen om iemand anders te zijn. Want het gaat erom dat je in je studie ook jezelf ontwikkelt. En jezelf kan je alleen maar ontwikkelen door eindelijk naar jezelf te gaan luisteren en je eigen mening te volgen. Dat is het zo. Dit waren de tips. Ik wil jullie nog even wijzen op andere video's die laten zien wat je hier allemaal kan doen bij de HVA. Die komt hier. En hoe je moet voorbereiden op de studiekeuzecheck komt hier beneden. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En dat is hier. And explore yourself. Become better. En nou, we hopen jullie leuke outfits te zien op HVA. Reclame. Die was goed, hè?